kwaliteit. Goeiedag mensen, welkom bij een nieuwe video hier op de Patrick A. Je ziet het, dit is niet de Patrick A. Ook aan de andere kant van de camera. Laat maar even zien. Ja, dus, godverdomme. We staan hier voor het Woerstelprater in Been. Oftewel, ook wel beter bekend als het Wienerprater. Daar zie je dus die insider. Hier een kleine draaimolen. Die kant op is dus de ingang. Daar zijn we daar straks binnengekomen. Achter mij weer een autoscooter. Die kant gaan we zo meteen op. En dan hier achter de op en neer. Op en neer. De Ecstasy, een zaak die de meeste mensen misschien wel zullen kennen. Een van de bekendere zaken die hier staat, denk ik. Een Moserijds Energy Storm. Dat lijkt een beetje op de Toxic die wij kennen. Van inmiddels de Belgische kermis. In feite is dat een beetje dezelfde zaak als de Speedflip. Alleen bij deze, het verschil met deze is, hij is iets kleiner. En heeft geen draaiende gondels. De gondels zijn vast. Hiervoor overigens. Hoe moet ik inzoomen? Zo. De oude gondels van deze zaak. Inmiddels zitten er gondels op van een Speedflip. Deze zitten overigens ook vast. Welkom in Ecstasy. Lehnen Sie zich terug. Schließen Sie die Augen. Genießen Sie die Fahrt. Ecstasy. Close your eyes, relax, and enjoy the ride. This is En hier staan we voor de Wild Alfenbaan. Dit is een ABC Engineering bouwer. Met een flinke lichthil, zal ik maar zeggen. Daar bovenin. Even kijken. Ja. Lange glijbaan. Ik heb geen idee hoeveel die kost. Maar dat is misschien wel. 6 euro. Oh, 6 euro. Ja, en dat heeft ook wel een leuke drop volgens mij. We gaan er even een paar shotjes voor laten zien. En vanaf de Wild Alpenbaan gaan we door naar de Tornado. De Tornado is een Screamin' Swing van Funtime. Het is een prototype attractie. En ook de enige die hier staat in Wienerprater.
Het is een mooie attractie, alleen er zit zo'n gillend kutkind in. Ah, ze is nu al stil, maar dat gaat nog wel. Ritprijs is 5 euro. Tevens is ook deze attractie de eigenaar, de Sittler. Ook een Oostenrijkse eigenaar van deze mooie attractie. Tegenover de Tornado vinden we Guiskeslos, niet die van Gellerop, maar van iemand anders, het gaat maar even van wie. Een oud spookhuis, in deze hoedanigheid gebouwd in 1955. De voorganger van dit spookhuis stond hier ergens anders op het terrein, is helaas afgebrand, kort na de Tweede Wereldoorlog. Daarna hebben ze hem hier een soort van opgebouwd. De rollerbal. Ja, je ziet het. Het is een muurachtige achtbaan. Alles zit op de zijkant. Net even zo ook een kleine vrije valtorentje ernaast. Ook van dezelfde eigenaar. Hij is gebouwd, wat was dat alweer? Oh ja. Ride Engineers Zwitserland. Die zwarte vlakken wat je ziet op de baan, bij elke bocht, dat zijn de remmen. Nou, we hebben net een rondje gezien, hij is heel traag, dus bij elke bocht, ja, je kan beter fietsen daar doorheen dan in zo'n karretje zitten. Ja, het is niet echt een bijzonder apparaat, je ziet dat het niet echt aanslaat, lijkt het wel. Maar qua grondoppervlakte is hij wel interessant, want hij heeft niet heel veel ruimte. Je ziet het, een boksbal, ja, de rollenbal zelf en nog een klein kindervrije valtorentje. Alles op, ja, misschien denk ik net de ruimte van, hoeveel zou het zijn? 20 bij 10 of zo? Ja, dat. En dan draaien we nu gelijk door naar de Volare. Met een bijzondere lifthill. Wordt zeg maar voortgetrokken door zo'n draaiend apparaat. Gelijk een mooi shotje ook, want die zie je toch gelijk. Oh, de bouwer is Zamperla. Het is een leuk baantje, je hangt eronder. Een beetje een soort van zweef-idee krijg je dan. Gaan we even kijken hoe die hier naar beneden gaat. Dat we een mooi shotje kunnen krijgen. Geweldig. Nou, oh, de HTI, ook nog een kurktrekker erin ook. Een leuk apparaatje. We gaan hem misschien vanavond een keertje doen. En we hebben naast de rollerbal en tegenover de Volare de Mackie Express. Het blijkt dus een soort van Duits verhaaltje te wezen over een egel. Ja, het is een klein treinbaantje. Gaan we even dichtbij bekijken. Nou, en hier zie je het treintje. Ja, het is heel rustig nu. Maar hier ga je dus door een soort grot of zo en hij denk ik door Egoland of zo, ik weet niet hoe dat moet noemen. Ze draaien wel moderne muziek, dus ze kunnen goed zingen die egels. We kunnen ook even langs de Mackie. Om een Big Macje, want we zijn toch bij een Mackie station. Dus dat. Voor de rest wel ook aangekleed. Zou er ook wel van een drankje. Allemaal bezopen zeeegels, als je het mij zegt. En naast de Volare staat hier het Bloemenrad. Tevens ook gelijk de Wiener Prater carousel. Dat is een klein carouselletje middenin.
De eigenaar is van Koidel ook. En de bouwer is van een... Oh, het is een Nauta Bussink Reuzenrad. En hier het carouselletje voor het bloemenrad. Heel mooi carouselletje, leuk aangekleed. Alleen ja, het is gewoon behoorlijk rustig, vooral met kinderen. Dus ja, hij draait helaas niet. Vanaf het Reuzenrad draaien we door naar de breakdance van Koidel. Een breakdance gebouwd in 1988. Het is een reismodel. Koidel heeft er echter nooit mee gereisd. Heeft hier altijd op deze plek gestaan. Een tweetal jaar geleden zijn de wielstellen van de middenbouw afgehaald. Tijdens een renovatie. Deze breakdance staat hier aan dit pleintje. Dit pleintje staat dan tegenover het Reuzenrad. Wat hier staat, gaan we zo meteen zien. We gaan eerst hierin. Ho, inzoomen. Inzoomen. Kijk eens, wat een camera talent. Gaat ie. Ik zal speciaal even een Patrick imitatie doen. U hoort het, rook. Maar hij gaat even een rondje draaien. U denkt, waarom gaat hij niet zo snel? Dat komt, het is nog geen 8 uur. Ik weet niet of ik kan lezen. Oh ja, zo, daar kan hij ver inzoomen. Oh, wat een shaky shaky. Na 8 uur, 100%. Dit ding dat wiebelt alle kanten uit en het ligt niet aan mij. Maar ik hoop dat hij het kan lezen. Nog een leuk feitje. Koidel had in 1985 al een breakdance gekocht. Waarschijnlijk ook om hier weg te zetten. Dat is echter niet gebeurd. Die breakdance is vervolgens naar Piontech gegaan. Dus de breakdance van Piontech had hier eigenlijk moeten staan. Alleen maar interessante informatie is de Patrick eraan. Naast het Reuzenrad vind je IJsberg. Een interactieve dark ride. Volgens Dustin moet je hier met een soort Polaroid camera schieten op dieren. Foto's schieten. Ja, je maakt in principe gewoon foto's, ja. Ja. Sensor, zeg maar. Dus in principe, je kent de schietdingetjes wel, weet je, om je schieten op dingen, net zoals een Wild West ding of zo. Ja. Deze heb je een soort oud Polaroid cameraatje in je handen en dat is ook hetzelfde principe, alleen je schiet foto's van die dieren op die animatronics, zeg maar. Oké. Okay. En als je dan erop schiet, dan, of je een foto maakt, dan gaan ze bewegen. Mooi. Dat is best wel een leuk ding. Ja, dat is weer eens wat anders. Daarnaast, oh, dit is overigens trouwens ook voor Koidel. Daarnaast zien we het Disco Labyrinth. Ik ga ervan uit dat dit een beetje lijkt op een kaleidoscoop wat we kennen van de Duitse kermis. Je moet hier met een soort 3D-brilletje op doorheen lopen. Waarschijnlijk zie je allemaal, hoe heet dat, van die fluoriserende verf. Ja, van die neonverf. Spannend. Tegenover deze twee zaken vinden we de Air Max. Een bijzondere zaak. Een van de zaken waarvoor we hier naartoe gereden zijn. De Air Max, een Mondial Swinger, gebouwd in 1999. Heeft hiervoor gereisd onder de Oostenrijkse exploitant Rieger. Die heeft hem hier na een aantal jaar in dit park gezet. En nu sinds een aantal jaar is hij van Koidel. Momenteel draait hij helaas niet. Op de kassa hangt een briefje dat ze zo terug zijn. Nou, dat kan hier dus ook schijnbaar. We hebben hem gisteren toevallig eventjes gedaan. Het is een verrassende rit. Hij gaat iets harder dan dat ik had verwacht. Ja, een echte trailride is het niet. Het is een... Ja, eigenlijk een opgooizweefmolen, maar dan wel vet. Maar dan eentje die niet op de nostalgische kermis thuis wordt. Jarno, hoor je het? Die oude rotzooi. Ik hoop dat we zo nog even een draaiingshotje kunnen maken. En anders moet je die maar opzoeken. Het heeft even geduurd, maar we hebben het nog voor elkaar gekregen om een draaiingshotje te maken. Overigens leuk om nog wel te vertellen. Er zijn twee van dit soort machines gebouwd. De tweede is Fighter, die zit momenteel in Amerika. Onder weightshows draait hij daar.
Ja, ik vind leuke zaakjes. En hier hebben we maar de Olympia looping van Bart. Deze is gebouwd bij Zwarskov natuurlijk. Staat op een wisselplek, waar onder andere ook wel eens de Hummingbird staat, de testtrekker. En ja, dat. Het is een heerlijk baantje. We hebben hem gisteravond eventjes een keer gedaan. Dit is voor mij de eerste keer. Een lekker soepel baantje. Hij zit goed in dat karretje ook. En hij gaat binnenkort verkassen naar München. Dan komt hij op het Oktoberfest of kermis te staan. Ja, dat was eigenlijk wel een beetje de informatie die ik had eigenlijk. Het is gewoon een heel mooi apparaat. Oh ja, hij heeft ook ongeveer plus 50 transporten. Het is wel een degelijk bouwpaleisje, maar ja, dat zie je ook wel aan die pilaren en zo en die baandelen. Maar het is een mooi apparaat. En hier hebben we de tweede kartbaan, als ik het goed heb. De Grand Prix Monza Next Generation Go-Kart. Het is een vrij grote kartbaan. Gaat hier helemaal rond, volgens mij. We gaan even een paar shotjes van dichtbij bekijken, want je kan best wel lekker doorkarren in deze dingen. Naast Olympia Looping vinden we een bouwplaats. Hier wordt momenteel druk gewerkt aan de locatie voor de nieuwe achtbaan Wiener Looping. Ik heb eerder in deze video gezegd dat ik dacht dat hij op de plek zou komen van de voormalig superachterbaan. Dat klopt niet. Hij komt hier. Overigens heeft hier in Wienerprater al eens een achtbaan genaamd Wiener Looping gestaan. Dat was een Schwarzkopf Shuttle Loop, portable model. Die staan nu in Selva Magica. En ook hier zo weer de zoveelste autoscooter, de Super Autodrom. En ook hier kan je weer, zoals Patrick altijd zegt, lekker hotsie, botsie, botsie. En ook met een balspeler of zo, denk ik. Want er ligt daar een bal op de vloer. Maar we gaan die lekker weer tegen elkaar beuken. Ook wel een mooie uitscooter deze. En dan tegenover de botsauto's staat er een jumper. Een mooi jumpertje met een mooie middenbouw die ook de tegengestelde richting in draait. Dat is ook alweer een leuke toevoeging. De bouwer hiervan is Safeco. Ja, dankjewel. Weer door de shot heen. Het is een leuk aangekleed attractietje. Ook helemaal rondom, helemaal gewoon volgebouwd met een achterwand. Hij is leuk aangevuld. Oh, en nog een show. Ja, alles is oké hoor. Ook tijdens de rit is er ook water. Ik weet niet of ze ook zo hoog spuiten dat je echt nat wordt, maar ze worden wel gebruikt. En dan zie je daar nog een keer de jumper, hier nog de botsauto's en dan maken we eventjes een rondje. Want dit is in principe het plein waar de breakdance op staat. De ijsberg, de bloemenrad, de Volare, de Mackie Express en dan word je even lekker nat de regen van die nevel hier zo en dan hier zo de Tagana. En dan hier hebben we de Tagana ook van Sittler. Deze is gebouwd ook bij Moser Rides. Een Italiaanse bouwer.
in een paar shotjes van dichtbij. Super! Erste Runde, First Down, Ferrari ist schon ganz oben, sehr elegant. Ja, auch hier in der Portugal, hört ihr es das noch? Bitte, heute fest mit der Portugal, Ronaldo, was ist los? En dan van het plein bij de Tagada kom je hier zo weer bij de Virtual Reality de Clown. En dan kom je hier zo tegenover de kinderautodrom tegen. Zo'n klein kinderbosautootjes. We gaan eens eventjes kijken. Dit zijn de autoscootertjes. Voor de allerkleinste. Vanaf 3 jaar, dat wel. Ja, alleen ik sta hier al bijna zo'n 10 minuten te wachten. Maar er gebeurt nog geen initiatieven, zie je zo. Dus we gaan gauw weer door naar de wat grotere vermaakzaakjes. Deze slaan we even over. Daar zien we de jumper die we net gezien hebben. Daarnaast staat de magische rotor. Een Fabri booster. Een 40 meter modelletje, parkmodel. Kun je herkennen aan de ronde verticale paal, zeg maar. Het draait niet heel hard. Staat hier boven op een... wat is het? Op een zaakje. Een zaakje die spullen verkoopt. Naast de booster vinden we de Wiener Freefall Turm. Een zaak die je misschien al wel herkent. Vooral aan die torentjes hiervoor. Dit is de oude 90 meter tower van Odoman. Een toren die anders dan wat de naam zou doen vermoeden 80 meter is. We kunnen hem helaas even niet in beweging laten zien, want we staan hier al een kwartiertje ongeveer. Er gebeurt vrij weinig. Ze wachten tot het hier helemaal vol zit. En je weet wel hoe dat in zijn werk gaat. Hij gaat naar boven. Het grapje wat Patrick vervolgens altijd maakt, zal ik jullie besparen. Wat naar boven gaat, komt ook weer naar beneden. Ik hoop dat we dat net zo professioneel in beeld kunnen brengen als Patrick. Ik zie ook helemaal niks eigenlijk. Ik had een zonnebril mee moeten nemen. Wat een fantastisch shot is dit. En hier hebben we de grottenbaan. Het is een kleine kinder dark ride. Wat ik heb gehoord van Remo is dat hij uit 1951 komt. Het is een heel oud baantje. We gaan het denk ik niet doen. Maar het is wel leuk aangekleed. En ook van binnen ziet hij er nog heel goed uit. En de lampjes op de, ja, hoe noem je dit voor mij, zijn het de hangende dingen, stalactieten of zo. Nog hele leuke kleine oude karretjes. En zo gaat hij zijn rit beginnen. Oh ja, en nog bij de orgel nog kleine dansende poppetjes. Ook in dezelfde straat staat de Calypso. Het is een lachkabinet. Het is een beetje een half funhouse, half... ja, glazen doolhof. Hier tegenover de Daytona Beach, een arcade hall waar je kan boos schieten, grijpen en volgens mij airsoft kan schieten ofzo. Hier nog wat overige vreedzaken. En hier zo de zoveelste kartbaan. Ook weer een kleintje, je gaat met spiraal naar boven en ook daar achter weer naar spiraal naar beneden.
Dan ben je zoveel 8 vorm. En dan tegenover de kartbaan staat er weer zo'nzelfde type telecombat attractie. In principe dezelfde soort als de Apollo 12 die daar zo achter staat bij het Funhouse en de Wilde Mouse. Hetzelfde soort idee, kan ook met de gondels draaien. En dan draaien we nog een stuk verder en dan hebben we hier zo Jack the Ripper. Het is een groot loopspookhuis. Met heel veel mooie scènes, Raymond. Ja, ja, het was een verrassend spookhuis. Ik twijfelde eerst. Ik denk, ja, loopspookhuis, moeten we dat wel doen? Zou dat wel leuk zijn? Dustin heeft mij overgehaald. En verrassend. Het is echt allemaal gangetjes, omhoog, omlaag. Best wel grote scènes achter glas. Met animatronics. De kwaliteit ervan, ja, die is zo. Maar in zijn totaliteit is het wel leuk. Je gaat op een gegeven moment ook naar de tweede verdieping. Nou, je moet natuurlijk weer ook omlaag. Er zit een lift in, met een bewegende, trillende vloer en zo. En uiteindelijk het einde, dat vond ik wel leuk. Eindig je met een ouderwetse heksenschouwkel. Ook wel bekend als de voorloper van het Madhouse. Zoals bijvoorbeeld Villa Volta in de Efteling. Dus ja, al met al een leuk ding. En dan vanuit Jack the Ripper, dan draaien we door naar de Halloween. Hallo Wenen. Dat is een klein glazen dolfje ook. Met lachspiegels. En hier nog een klein shotje van dichtbij. Van het glazen doolhof. En dan gaan we nu door naar dit straatje. En bij de Jelly Beans heb je ook een nostalgiefoto. Dan kan je een oude foto laten maken. Uit ja, de jaren 1800 of zo. Ik zie hier zo'n aantal foto's. Zo zien ze er dan uit. Ik ga Raymond proberen over te halen om zo'n jurkje aan te trekken. En om een fotootje te maken. Ook komen we gelijk bij de Zilberberg-erk. Ik had het een beetje verkeerd gezegd. Zilberberg-Gurek of zoiets. Maar dat klopte niet, want die hartje was een spatie blijkbaar. Ook een kleine kinderdark ride. Er zit weer een soort treintje. Volgens mij ga je dan door een soort sprookjeswereld of een soort mijnwereld of zo ga je door of zo denk ik. Een beetje met clowns en andere poppetjes. Het is al een relatief oude baan. Hij is al zo oud dat inmiddels de bomen uit het raam. Oh ja, inderdaad. Ja, en hij stamt ook volgens mij uit 1952, wat ik zie staan. Het is ook weer een hele oude attractie. Ze hebben hier wel echt meer oude attracties, maar dat zie je nog wel meer in deze review. Aan het einde van dit straatje zit hier nog een schietent. Hier staat die grote Starflyer weer. Hier ook weer een mooi voorbeeld van een exploitant die op zijn terreintje een hele hoop troep wegpleurt. Je ziet, dat loopt als een tiet. Verder nog wel hier zo wat gezellige restaurantjes. We lopen nu weer terug dit straatje door, terug naar dat plein waar we net waren. En dan gaan we rechtsaf. Daarnet zag je de zoveelste lachhouse of labyrinth. Hier is ook weer een heel groot funhouse. Een laser action show is al helaas een paar dagen gesloten. Ik zou niet weten wat er verder in staat. Maar ik denk, ja, wat erop staat, laser action show, ik denk iets met lasers. Lachspiegels misschien, funhouse idee. Hij is ook best hoog, dus ik zou niet weten wat eigenlijk daar bovenin allemaal gaande is. Maar... Het is een flink gebouw, zou ik maar zeggen. Met een best wel grote façade. Die ook wel bekend voorkomt van een andere Funhouse, Raymond. De grote façade hier, die komt wel bekend van een andere attractie, hè? Ja, van de Domino uit Duitsland. Dat was een cakewaller. En die had een soortgelijke clownsgezicht, zeg maar, als front. Ja, want deze heet ook... Ja, staat ook wel Domino voor. Oh ja.
zou het misschien niet diegene kunnen zijn. Nee, het is niet dezelfde. Maar wel een groot ogende zaak. En naast die grote funhouse heb je weer zo'n voorbeeld van klein grondgebied dat je alles gewoon neerput wat je neer kan gooien. Maar ook hier staat een leuk zaakje, de Prater Marina. Ook een soort van, moet zeggen, zo'n Polka Marina idee als in de Efteling toen. Alleen hier zit je in een soort van klein bootje. Ja, voor mij staat die er al 120 jaar wat erop staat. Hij heeft nog gereisd. Tevens is deze ook gebouwd volgens de informatiebordjes uit 1903. Ook weer een vrij oude attractie. Een hele mooie turbo-kappies, wat ze Rimmel helemaal fantastisch vinden natuurlijk. Leuk zaakje, alleen ja, staat waarschijnlijk niet echt aan. Dan vinden we hier de Space Shot, gebouwd door SNS. Een toren zoals deze kunnen we ook al kennen uit Walibi Holland. Daar staat dezelfde soort toren. Lekkere muziekje erbij. Hier is het feest. Daarnaast vinden we een V-coma boomerang. Een marteltuig zoals dit kunnen we ook kennen uit Walibi. Er is relatief veel animo voor. Ik kan dat niet begrijpen, maar goed. Mensen hebben er zin om erin te gaan. Dan vinden we hier de Discovery, een schommel die ook over de kop kan, gebouwd door Zamperla. Gaat die over de koppie. En daarnaast weer een spookhuis, Geisterbahn zum Rode Adler. In deze hoedanigheid gebouwd in 1955. Ook een erg oud spookhuis. En volgens mij de laatste voor deze video. We kijken even tussenaan. Laatste spookhuis, denk ik. Nog eentje. Oh ja, tuurlijk. Nog een spookhuis. We hebben net een rondje gedaan in de Geisterbahn zum Roten Adler. Het is een heel oud baantje ook. Heel de baan rijdt ook over houten planken. Het was best een ruw baantje ook. Natuurlijk heel oud, maar het heeft wel, zoals Raymond al zei, zijn charmes. Voor de rest een beetje neonachtige verf als er in worden verwerkt. Allemaal hele oude poppen ook. Maar het is een leuk ding. Vind ik zelf dan. Dit zijn zeg maar de karretjes waar je in zit. Het zijn ook hele oude houten bakjes. Ja, zoals je ziet, het is allemaal hout, dus het is niet echt een comfortabel ritje. Maar ja, het is een leuke ervaring op zich. Een leuke draaiende poppetjes hier zo. Toch wel een leuk ding. En ook hier zo weer een heel groot spookhuis. Ook van de eigenaar Koidel. We hebben hem eventjes gedaan ook. Is in principe ook een beetje hetzelfde idee als de vorige die we gedaan hadden. Beetje hetzelfde soort van neon verf. Ook een houten vloer als ik het goed had. En ook alle... Er zit er geen animatronics in. Het wordt allemaal geactiveerd met een blok hout. Wat dan tegen de gondel aankomt.
En dan wordt het met een touwtje geactiveerd. Het is wat hierop staat de grootste, de langste en de hoogste spookhuis van Europa. Nou ja, dat betwijfel ik. Oh, en op de pet erin natuurlijk een beetje rook uit de duivel. Deze neemt ook trouwens twee plekken in beslag. Er zijn nou 103 en 144 de plek of zo. Ja, en er heeft dus wel iets anders gestaan toen de tijd, ja, hier dacht ik. Heeft er ook een spookhuis gestaan, half zo groot. Die is door brand helaas verwoest. En daarna hebben ze deze teruggebouwd op twee vakken, twee keer zo groot. Ja, dat. Dat is op zich wel een leuk baantje. Is ook vrij lang ook nog. Maar zo oud als de race van Sinterklaas, zeg maar. En daarnaast het spookhuis staat de Mega Blitz. Het is een Vekoma baantje, gebouwd uit 94. Ja. Ja. Gaat goed hard, we hebben hem gedaan. Vooral in die helixen, spiralen, bochten, wat je het wil noemen. Gaat hij nog vrij rap door. Hij is nu alleen even gesloten, zien we. Ze zijn daar zo achter bezig. Ik denk aan het remsysteem. Dat is wel het laatste stuk van de baan. Dat lijkt me wel. Het is een lekker hard baantje. Gaat goed hard door de bochten. En ook dezelfde soorten treintjes als de Evolution in Bobbejaanland. Alleen deze wel 10 keer zo kort natuurlijk. En hier staan we bij de volgende grote vermaakzaak. Een Funtime Slingshot of Ejection Seat. Er gaan nu net een paar mensen in. Hij is behoorlijk hoog. Ik weet niet hoe hoog die is. Maar hij wordt aangedreven door alle soorten veringen. Ook met staalkabels. Geen elastieken zoals we die kennen in Nederland. En hij wordt nu omhoog geschoten. 1, 2, hoppa. Hij draait ook behoorlijk lekker rond. Een leuk dingetje, maar wij gaan hem niet doen, want hij is te duur. En dan staan we nu naast de ejection seat. De grote mega booster, oftewel de king wat er op de kassa staat. Het is ook weer een Funtime booster, een prototype van 50 meter hoog. Met losse gondels lijkt het wel. Er zit van als één persoon zit je vast in zijn gondeltje. Een beetje hetzelfde idee als de KMG Lunarix. Daar lijkt het heel, een beetje op. Maak je een beetje een soort van dive idee, denk ik. Hij gaat ook behoorlijk hard. De prijs is €5. Ja, als je net met die paal hier zo, godverdomme. Ah, kijk. Je zit zo in een gondeltje. Dat is wel een leuk systeem. Gaat ook behoorlijk hard. Alleen er staat ook wel iets van een unhinged versie. Wat dat precies is, weten we ook niet. Het zou kunnen zijn dat het gewoon een model is dat hij gewoon neer kan zetten en het staat. Dus je dat natuurlijk niet kan inklappen, anders zou het een hinged versie wezen. Lijkt het logischer. Of niet, Raymond? Oh, maar in ieder geval, dat. Het is een mooi apparaat. We gaan het misschien wel eventjes doen.
En hier heb je nog meer overige spelzaken, schietkraampjes, arcade hall en de nog een kinderautodrom, botsauto. Hier zo rechts is nog een eetzaakje. Nou, daar heb je er ook genoeg van gezien, neem ik aan. En dan dit hier zo, nog wel een leuk dingetje. Dat is nog een hele oude glijbaan, de toboggan. Die is gebouwd in... De origine 1913. Helaas ook kort na de Tweede Wereldoorlog volledig afgebrand. En vervolgens weer volledig opnieuw opgebouwd. Dus wat hier staat is kort na de oorlog. Ja. Ziet er ook nog vrij goed uit voor zijn leeftijd. Ja. En dan naast deze toboggan komen we nog in een klein kindervermaakhoekje. Hier nog een kleine autootje waar je kan rijden, nog een klein zweefmolentje. Ook weer hetzelfde idee. Op een klein gebied zoveel mogelijk kunnen verdienen natuurlijk. En hier hebben we nog een heel klein leuk nostalgisch autobaantje. Het is een beetje een apart dingetje. Kijk, daar zit een klein lifthilletje op. De autobergbaan heet deze. Lijkt uit 1948 te komen. Kijk, je wordt gewoon naar boven getakeld. En gaat in principe deze baan helemaal af. Over een bruggetje. En gaat met een spiraal naar beneden. En dan kom je zo weer bij het stationnetje terecht. Het gaat nog vrij hard. Nou, hoor op. Weer voor mijn beeld, godverdomme. Een leuk baantje. Nou, dan draaien we gelijk door. Nou, hier zo een klein, vreethoek ook weer. Hier zo weer een klein mini-treintje. Ik weet niet of deze ook wordt gepowered op een motortje van diesel of zo. Ik hoor wel een... Ik denk gewoon een elektromotortje, denk ik. Het is wel leuk. Oh, dat zou ze ook wel kunnen, ja. Nou, dat is het. Je gaat dan door een tunneltje heen. En daar in het gras wordt net even een kat weggeschopt. Ja, daarnet die vent daar is ergens richting die hoek bij dat bord. Die schopt even die kat weg van van een spoording. Hier nog een aantal kleine miniatuurhuisjes. En dan komt een treintje tevoorschijn. Wel een leuk dingetje ook. Nou, dat was het kleine kindervermaakhoekje. De allerlaatste. Het park is zo fucking groot hier zo. Even nog een mooi shotje. Hoppa. Hartstikke mooi. En hier heb je dan nog een klein draaimolentje. Een klein sommelbootje. En nog een teacup. Alles ook weer op één klein stukje grond. Als je hier een kleine kindervermaakpleintje hebt met de autobergbaan en de toboggan, dan draaien we hier zo eventjes door naar de laatste kartingsbaan. Dit is voor mij ook alweer de vierde volgens mij die ik gefilmd heb, denk ik. Maar dit is de Mega Kart. Ik zal even een paar stukjes van erbij laten zien. En dan naast de megakartbaan staat er nog één groot betonnen cilinder. Maar het wordt een panorama attractie. Volgens mij kan je daarin zitten, denk ik. En dan heb je een heel 360 graden zicht, denk ik. Ik weet niet of het iets van een attractie wordt of een soort van planetarium of video-idee als in Las Vegas met de dome. Maar dat zou misschien iets kunnen zijn. Het is nou één groot massief blok beton. We zijn nog open aan de binnenkant en van boven. Dus ik heb nog geen idee wat voor informatie er nog meer is over dit attractie. Deze attractie. En dan de laatste attractie van deze... Wat was het? Een review of zo, denk ik, hè? Ja, we hebben een review gemaakt. Film. Film.
Laserdance. En ja, dit is helaas een anticlimax. Dit is ja, toch eigenlijk, misschien stond deze wel op nummer 1. De zaak waarvoor we hier naartoe gereden zijn. Een breakdance van Hoes, het allernieuwste type. Een nummertje 5, maar hij is nog niet open. We hadden hier en daar gezien dat hij halverwege augustus zou openen. Nou, we zitten precies in halverwege augustus. Ja, inderdaad, bijna eind augustus. Maar ja, hij is helaas niet open. We hadden nog, we waren nog vol goede moed toen we hier naartoe reden. Van ja, misschien gaat hij toch open. Ja, helaas toch niet. We sluiten nog af met een aantal sfeerbeelden die ook nog gemaakt zijn door de mannen. Bijvoorbeeld hier gaan we met z'n allen even fietsen. Nou ja, Dustin heeft niet gelogen. Ik fiets nog harder om, mensen, kan ik je vertellen. Deze beelden bieden voor mij ook even de gelegenheid om de mannen te bedanken, want ze zijn toch even naar Wiener Praten gegaan met de camera. En dat is voor het YouTube kanaal natuurlijk fantastisch dat ze deze video gemaakt hebben. Als onprofessionele videomakers hebben ze toch iets gigantisch professioneels neergezet. De samenwerking van hun was ook natuurlijk fantastisch met de nodige humor en heel veel informatie waar menig YouTuber nog een voorbeeld aan kan nemen. Ja, dat mag gezegd worden, mensen. Dus Raymond en Dustin, uit het gronds van mijn hart, dankjewel voor deze fantastische video. En ik weet dat ze gigantisch genoten hebben van deze dagen hier in Oostenrijk. Ze komen nog één keer terug zometeen met de zeer professionele outro. En laat vooral even weten de reacties wat je ervan vond. Hè. Wat vond je van deze video? Deden mannen het een beetje goed? Of dacht je, nou, dit is toch helemaal niks. Ik vond het in ieder geval fantastisch. Ik zou zeggen, toch zeker het cijfer een 5. Nee, grapje. Een 10 hoor van mij, ja zeker. Komen ze weer om. Ik gok dat het op een vlogmanier gaat en dat ze ergens in het park zitten op een bankje. Denk ik zomaar hoor. We gaan eens even kijken. Kijk, als een professionele vlogger maak ik hier even selfie dingen afsluiten. Ja, ja, ja. Hoe vond je het Dustin? Eerst eens als dacht ik van het zal meevallen qua zaken. Toch wel behoorlijk veel. Ja. Mooi park. Ja. Veel unieke zaken ook. Zeker. Jammer van die nummer 5 reden gaan we nu voor zitten. Ja, helaas. We hebben er al een paar keer voor gezeten. En ja, het gaat hem niet worden vandaag. Nee, helaas niet. Ja, dit is onze laatste dag, dus ja, dit wordt hem niet. Nee. Misschien in de toekomst dat we nog wel eens een keer hier terug gaan. Ja. Om nog eens eventjes dat ding helemaal onder handen te nemen en even aan te pakken met z'n allen. Maar voor nu houdt het even op.
Was wel leuk om te doen, deze review. Ja. Tenminste, review, vlog, film, wat het ook is. Ja, ik snap niet hoe Patrick dit volhoudt. Nee. Wat een moeite dan allemaal, zeg. Vooral ook met dat koude hoeren en zo. Mijn hele kaken zijn nou stijf van geworden van het koude hoeren. En allemaal mensen die in de pad lopen. Ik snap nou Patrick dat hij iedere keer zegt van, oh, lekker door het beeld heen lopen. Oh, ja, van die kutkinderen die overal voor je snoel gaan staan. Kutkinderen sowieso in het algemeen. Van die mensen die voor je neus gaan staan in één keer. Maar daar heb ik niet echt veel te melden eigenlijk. Het was wel een leuke dagen, dat wel. Ja. Je maar kunt hier goed een aantal dagen vertoeven. We zijn hier, denk ik, we 2,5 dag hebben we hier wel rondgelopen. Ja, we kwamen hier zo aan en we zijn in principe die avond al gelijk hier naartoe gelopen om een beetje te kijken hoe we willen reviewen. Ja. Nou, gisteren vanaf 2:30 ongeveer tot 9:00 s'avonds staan filmen. Of 10 volgens mij, s'avonds. Nou, en vandaag weer vanaf 3:00. Tot 4:45 geweest filmen. Dus ze worden wat filmmateriaal. Dus Patrick, succes met editen. Maar dat ga je vast wel lukken. Ja. Voor nu bedankt voor het kijken. Ja, abonneer, druk op het belletje. Reageer en zo. Doe maar van mij. Alles. Ik ben natuurlijk Dutty Bell, dus druk maar op mij. Dan kan je abonneren en. Abonneren kan je rollen natuurlijk. Belletje op mij drukken. En de volgende video doe gewoon Patrick weer, hoor. Ja, dan komt Patrick gewoon weer in beeld en dan hoor je weer al zijn leuke originele grappen. ja, al zijn topgrappen. Ja, en voor nu toeteledokie. Ja, auf Wiedersehen. Moet ik uit?